Duitsland. Iedereen kijkt naar Duitsland. Hoe ze economisch domineren, hoe Merkel Poetin weet te bespelen en hoe ze de vluchtelingen met open armen hebben ontvangen. Een zeer grote opgave is voor die we staan, maar we schaffen dat. Ze nemen graag de leiding, maar het Duitse woord voor leiden is führen. En met dat woord hebben de Duitsers een ingewikkelde verhouding. Het vreselijk Duits verleden hangt als een schaduw boven vele beslissingen. Bang om uitgemaakt te worden voor nazi. Tausende Anhänger des Pegida-Bündnisses haben sich am Sonntagnachmittag erneut in Dresden versammelt. Toen mijn moeder er geboren werd, zag Duitsland er zo uit. De nazi's waren aan de macht en brandden Europa tot op de bodem plat. Als straf verloor Duitsland bijna een kwart van haar gebied. Gedurende mijn moeders leven moest alles weer worden opgeruimd. Opruimen en opbouwen. Dat is de Rhythmus, der das Arbeitsjahr 1946 bestimmt. Duitsland werd weer een keurig land. Alleen het Duitsland van mijn moeder, Oost-Pruisen, verdween van de aardbodem. Het werd Russisch. Mijn moeder moest vluchten, samen met 14 miljoen Duitsers, voor het Sovjetleger. Ik reis haar achterna, op zoek naar resten van dit verleden. Maar ook ben ik op zoek naar de ziel van Duitsland. In een Europa dat opnieuw op drift is. Het is за отвагу, het is слава, слава. Het is за отвагу. Dit is Lenin? Да. En deze is Stalin? Да. 7 oktober 1940, Königsberg, Pruisen. Ja, wat is het probleem? Nou, je bent in die stad geboren, nu is het Rusland. En nu vieren ze in Rusland de dag van de overwinning in jouw geboortestad. Dat is toch een beetje gek? Разгребают, непонятно что. Dit is het. Ik ga er natuurlijk niet van huilen, maar ik bedoel, het is toch gek? Jetzt wir Kamerad. Ja. Ja. En we kämpfen verschillende Leute kapot. Мир по-прежнему хрупок. Мы обязаны помнить. Войны не начинаются в единичасье. Зло набирает силу, если перед ним выступаем. Танки, ракеты — это сон. Поэтому все это бряться не оружие. Пусть оно будет там. Het is 1954. In heel Duitsland keren nog steeds krijgsgevangenen terug uit de Russische kampen. Mensen zijn soms jarenlang naar elkaar op zoek geweest. Vrouwen die dachten dat hun man gesneuveld was, zagen hem ineens in levende lijven terug. Kinderen keken hun vader soms voor het eerst in de ogen. Onder hen bevindt zich vliegenier en spionne baronin Trouten van Hausen-Aubier. De peettante van mijn moeder. Ze heeft 9 jaar gevangen gezeten in Rusland. Een ellendige tijd. Maar waarom zat ze daar? En waarom had ze voor de Luftwaffe gewerkt? Was ze een aanhanger van het nationaalsocialisme? En als dat zo was, waarom was ze dan bevriend met mijn grootouders, die dat niet waren? Kunnen wij nu nog in de hoofden kijken van de mensen van toen? Dit is mijn oma, met haar eerste man, in Berlijn, 1934. Het is een zonnige dag. Ze dwalen rond in de hoofdstad. Mijn oma is 24. 'S Avonds gaan ze dansen. Overdag hangen ze in het park, met een sigaret. Zo stel ik het me voor. Waar hadden ze het over? Over de toekomst?
Hun leven was nog maar net begonnen. En Hitler was nog maar net aan de macht. Mijn oma was strijdbaar. Ze scheidde van haar eerste man toen ze mijn opa ontmoette. Wat nogal ongebruikelijk was. Mijn oma was geëmancipeerd. Maar verder was haar leven, onder de omstandigheden, traditioneel. Maar de peettante van mijn moeder, Traute, de vliegenier, dat is een heel ander verhaal. Ik ben in Berlijn om haar wonderlijke geschiedenis te achterhalen. Die twee foto's van haar hebben me altijd gefascineerd. Een baronesse die vloog voor de Luftwaffe en werkte voor de spionagedienst van Canaris. Een officier die betrokken was bij een aanslag op Hitler. Avonturier was ze zeker. Ze sprak vloeiend een aantal talen. Ze had, geloof ik, in Italië gestudeerd. Italiaans sprak ze heel goed. Wat weet je nog meer van haar? Dat ze bij Canaris bij de inlichtingen gewerkt heeft. Canaris die als chef van de inlichtingen van Duitsland. Want die... waarom? Wat deed ze precies in de oorlog? Ja, ze vloog tegen de vijand. Ja, wat tegen de vijand? Ze zal dan ook wel geschoten hebben. Of iemand die in het vliegtuig zat. Zij zat in het vliegtuig als piloot. En ik vermoed dat er ook mensen waren die geschoten hebben. En dit is tante Traute dan? Ja. Traute Frank? Baron van Hausenobjekt. Want op een gegeven moment was ze natuurlijk door de laatste huwelijk was ze barones geworden. Dat was denk ik haar derde huwelijk. Ik weet dat zij bij de poging om vluchtelingen van Oost-Pruisen naar West-Duitsland te vliegen, dat ze toen afgeschoten werd en in Russische gevangenschap is gekomen. Mijn zoektocht begint voor de deur van haar laatste adres. In de hoop dat hier misschien nog iemand woont die haar heeft gekend. Hallo, ich wollte mal kurz fragen, ob ich hier gucken kann. Eine Tante von mir hat mal hier gelebt, in dieses Haus. Wow, guck mal. Oh, das ist so ein alter... Oh ja. Ach, guck. Hallo. Hallo, ja, Entschuldigung. Nein, ist es okay? Guten Tag. Nein, eine Tante von mir hat mal hier gelebt. Die war Fliegerin im Zweiten Weltkrieg. Hier, und ist dann hier gestorben. Ganz alleine und ich wollte nur mal kurz wissen, wie die dann so ihre letzten Tage gespendet hat. Ja. Auch in dieser Wohnung? Das weiß ich nicht. Also unsere Frau Kaga, das ist unsere, wie soll ich sagen, Hauswärtin, die weiß natürlich über alles Bescheid und die weiß auch Bescheid über die Leute, die hier gewohnt haben. Hallo Frau Kaga, hier ist Kodjermann am Apparat. Frau Kage, entschuldigen Sie, dass ich Sie jetzt auf den Sonntag störe, aber ich habe jetzt eine ungewöhnliche Frage. Und zwar, ich habe hier eine Dame, die spontan geklingelt hat und sie ist wohl eine Enkelin von einer Frau, die hier mal im Haus gewohnt hat. Und die Frage wäre jetzt, ob Sie Informationen über eine Frau Schlichting haben oder ob Sie sich daran erinnern können, ob eine Dame hier gewohnt hat. Schlichting von Hausen-Orbier, glaube ich, so in der Art. Das ist ja unglaublich. Hä? Ist doch unglaublich. Ja. Er is dus nog iemand die Traut in haar laatste dagen heeft gekend. En die nog steeds in het huis woont. Maar we moeten geduldig zijn. Vrouw Karger heeft geen tijd en staat op het punt om de stad een paar dagen te verlaten. We mogen haar over een week weer bellen. Mijn familie verloor eind jaren 60 het contact met Traute. Het vermoeden bestond dat ze was opgepakt door de communisten. Wat in die dagen tijdens de Koude Oorlog wel gebeurde in Berlijn. Naar eigen zeggen spioneerde ze voor de Amerikanen. Maar klopt dat verhaal wel? Ze had als dekberoep had ze een bloemenwinkel. En daar werkten wat meisjes in. Daar liep ze ook eens naar binnen. Ze had een enorm grote herdershond. En verder weet ik het natuurlijk niet. Het is zo jammer dat je ze nooit gesproken hebt of gevraagd. Nou, was tante Traatje ook niet zo'n makkelijk mens. Hè? Ze was erg bij de hand.
En haar interesse ging toch meer uit naar de volwassenen, waar ze bij moest praten. En daar hoorden wij eigenlijk niet zo bij. Dat, het hoorde ook niet zo dat je daarnaast ging zitten en zo met je. Op een gegeven moment kwam er geen bericht meer, geen brief, niks meer. En toen hebben ze nog contact opgenomen met haar vader. En ze hebben ook contact met haar zuster opgenomen. Die had een apotheek, die was apotheker ergens. En die hadden allemaal geen bericht meer van haar gehad. Dus ze was spoorloos. Voor ons was ze spoorloos. Kijk, iemand die zo als zij was. Ze zei alleen, die katse les dat maus niet. Dat betekent dus, als je eenmaal dat gedaan hebt, dan doe je het ook weer. Dan ga je ook weer met voor een inlichting in dienst werken. En ik geloof dat bij haar ook dat de hang naar avontuur, naar gevaarlijke dingen zo sterk aanwezig was, dat ze daar weer mee begon. Trouwte wilde vliegen. Een geblondeerde dame, koket als een filmster, danst ze door de dagen. Zo stel ik het me voor. Een schoonheid, met zo'n aanstekelijke lach dat ze Heiser Trouwte werd genoemd. Maar in haar ambitie werd ze al snel ingehaald door de realiteit. Het werd oorlog. En nazi's hielden niet zo van vliegende vrouwen. Het is natuurlijk zo'n eiertans ook, hè? Was het dan? Nou ja, kijk, aan de ene kant ben je tegen dat systeem. Aan de andere kant, welke kant Tante Trautje gekozen heeft, dat durf ik niet te zeggen, dat weet ik niet. Dat is mij niet duidelijk. Maar ja. Het ging ook dwars door de families heen en dwars door vriendschappen heen en zo. Je bedoelt of ze misschien voor het nationaalsocialisme was? Ik kan me niet anders voorstellen. Aan het begin moet ze zeker daarvoor geweest zijn. Ik denk dat ze later net zo goed als Canaris gezien heeft wat voor vlees je in de kuip had. En dat ze op een gegeven moment de andere kant gekozen heeft. Maar dat weet ik niet. Dat wil ik niet zeggen. Ik weet het niet. Maar misschien wilde ze gewoon zo graag vliegen dat ze dacht... Maar het was zeker in het begin zo, ja. De geschiedenis van Trouwte is omgeven met raadsels. Op het internet vind ik artikelen over haar. Ze werd in Rusland veroordeeld tot 25 jaar strafkamp. En de doodstraf kreeg ze ook. Voor spionage voor de Amerikanen. Wat wel vreemd is, want ze was vliegenier voor de Duitsers. Maar in de Duitse archieven is daar niets van terug te vinden. Wel vind ik op het internet haar naam terug in het Russisch. In Minsk leeft een man die een boek over haar heeft geschreven. Een wit Russische historicus, een ex-KGB'er. Hij is in het bezit van Trouwte's dossier. Iets waar ik nu niet meer bij kan komen, want de archieven zijn gesloten. Anatoly Sharkov vond haar dossier bij toeval. Iedere aanklacht, iedere veroordeling en alle persoonlijke brieven van Trouwte heeft hij bestudeerd. Hij heeft een strafzaak. Jij hebt een andere. Уголовное дело von Gausen Obje. Trauta Gans. Преступление предусмотрено статьями 24-68 пункт 1. Пункт А это шпионаж. Mm-hmm. Spionage. 68.a is spionage en 24 is dat ze andere mensen ophitste eigenlijk tot bepaalde daden. Поэтому, поэтому Maar вот, бизонно, hoe komt hij hier allemaal aan? Откуда у вас вот это вот дело? А это у меня из архивное дело. Я имел доступ.
Их же взяли в плен уже после окончания войны. То есть было все подписано, капитуляция. Они находились на острове Хела и, собственно, сдались русским пленным. Хотя потом она вот и тут пишет и в письмах, и в воспоминаниях своих о том, что если бы я знала, что будет такое, ну, 4 года, во-первых, и, во-вторых, такие условия содержания, я, говорит, свободно могла сесть на самолет и улететь, сдаться американцам вместе со своим мужем. Собственно, и с ним она... Хельмар, да? Ja, want zij is vrijwillig met haar man meegegaan, begreep ik. Она, как бы, по каким-то данным, она говорит, что она, как бы, она довольно добровольно пошла за своим мужем. Да, за своим мужем, да. И у меня такие данные, что она добровольно с ним. А так бы, говорит, я, собственно, если бы знала, что так будет, я бы, конечно, поступила по-другому. И все-таки я вам скажу, что находиться в мужском лагере 4 года – это тяжело. Даже и вот это. И поэтому она все-таки старалась быть, ну, так, не сломленной, не покоренной, как бы, а личностью, ну, и женщина в то же время, с такой биографией. Траута gaat vrijwillig met haar man, die officier is, mee naar een Russisch krijgsgevangenkamp. Als ze daar eenmaal is, wordt ze ter dood veroordeeld. Hebben de Russen dan toch strafbare feiten gevonden? Van mijn moeder weet ik alleen dat ze ambitieus was. Opportunistisch misschien, maar niet fanatiek politiek geëngageerd. De doodstraf wordt uiteindelijk niet uitgevoerd. Ik heb begrepen dat ze natuurlijk als vloegkapitein opgepakt is en... dat ze, net zoals als elke officier in Duitsland ook naar de gevangenis ging, dat zij dat ook moest. En zo wordt ze in Rusland ook veroordeeld, als vloegkapitein. Maar als ik terug ben in Berlijn, vind ik een boek over vrouwelijke vliegeniers, waarin staat dat Traute van Hausen-Aubier misschien wel helemaal geen vliegenier was. Ik spreek in een Berlijns café af met schrijfster Evelien Krellin, die onderzoek heeft gedaan naar vliegeniers in het Derde Rijk. Als ik mijn recherchen gemacht heb voor dit boek Schneidige Deutsche Mädel over de geschiedenis der deutschen Sportfliegerinnen bis 1945, wurde ich irgendwann von einem deutschen Piloten angeschrieben und der sagte, ich habe in sowjetischer Kriegsgefangenschaft eine Frau getroffen namens Traute Frank von Hausen-Aubier. Und die trug das Ritterkreuz und die trug das Eiserne Kreuz. Und da ich weiß, schrieb mir der Herr, Sie forschen zu den deutschen Fliegern, schauen Sie doch mal nach, was es mit dieser Fliegerin auf sich hat. Und zu der Zeit war ich, glaube ich, schon so 8 bis 10 Jahre dabei, zu deutschen Fliegerinnen zu recherchieren. Und ich hatte nie von Traute Frank von Hausen-Aubier gehört. Da war nichts in den Zeitungen und Zeitschriften. Da war nichts, was andere Pilotinnen oder Piloten mir erzählt hätten. Und was ich dann gehört habe über Frau von Hausen-Aubier, wurde immer eigenartiger. Also die Leistungen, die sie berichtete, vollbracht zu haben, wie ein Transportgeschwader geleitet zu haben, Ausbilderin für Transportflieger gewesen zu sein und die Auszeichnung. Ich hätte irgendwo darüber Nachrichten finden müssen in Flugzeitungen und Flugzeitschriften. Es gibt nur 2 weibliche Flugkapitäne, Hanna Reitsch und Melita Schiller von Stauffenberg. Und bei Traute Frank von Hausen-Aubier, ich konnte einfach nichts finden. Das ist komisch, nicht? Ja. Und in der Familie wissen die alle nicht besser, dass die hat geflogen. Mhm. Eine Tante schreibt, wir haben heute eine Flasche Sekt getrunken, weil Traute das Kreuz bekommen hat. Und sie ist ja auch, glaube ich, zu 25 Jahren Haft verurteilt. Sie ist zu Tode verurteilt als Spionin für Amerikaner. Aha. Okay, dann wissen Sie sogar da mehr als ich. Durch den Russen. Ja. Hoe meer ik in de geschiedenis van Traute van Hausen-Aubier duik, hoe onaangenamer het wordt. Ze is van alles en ook helemaal niets. En zelfs als ik de Duitse archieven heb nageplozen, kan ik niets over haar vinden. Niets bij de Luftwaffe,
niets bij de spionagedienst van Canaris en ze was ook geen lid van de NSDAP. En toch lees ik in de correspondentie van mijn tantes dat ze vloog. Hoe kan dit? Wie is het mogelijk dat ze niks gevonden hebben? Das liegt schlichtweg daran, dass nicht alles an Schriftgut aus dem Krieg zu uns gekommen ist. Wir haben sehr, sehr große kriegsbedingte Schriftgutverluste. Und ja, das führt dazu, dass in vielen Fällen schlichtweg Unterlagen nicht mehr gefunden werden können. Es ist schlichtweg nicht mehr alles da. Wir haben zwar Karteien über die Verleihung des Eisernen Kreuzes, aber das ist ja in derart großen Zahlen verliehen worden. Die Karteien, die wir haben, die sind bei weitem nicht vollständig. Wir stellen alles zur Verfügung, was wir haben, aber in vielen Fällen gibt es schlichtweg nichts, wie eben in diesem Fall. Also Sie haben jetzt in Ihrem Archiv nichts über ihr gefunden? Genau. Wie was Traute? Und wie komme ich da achter? Ik bezoek Hans Horn, een van de laatst levende personen die hij heeft gekend. Hij was zelf piloot bij de Luftwaffe en hij ontmoette Traute in 1946 in een Russisch gevangenkamp. Wanneer hebben ze ze kennengelernd? In 1946 kwam ze toen in het lager met haar man. En wat voor een vrouw was ze? Adret, hübsche vrouw. Ja? Ach, sauber, ne? Doch, er hat jeder hinter ihr hergeguckt. Ja, ja. Und ihre Uniform hatte sie an. Was für eine Uniform? Fliegeruniform. Im Dienstgrad eines Majors. Hat dritte Uniform. Ihr Mann auch. Saubere Uniform. Gut gepflegt. Naja, kam sie dann oft zu mir. Ich habe ja so ein Häuschen mehr gebaut gehabt, ne? Wie kamen Sie an ein Häuschen? Sie waren in einem Lager, nicht? Im Lager, ja. Konnten Sie ein Haus bauen im Gefangenenlager? Kein Haus, ein Häuschen. So eine, mhm. War eine schön in den Baracken. Da waren die Wansen. Ach Gott. Wansen. Und die, also in Baracken, das war die Hölle. Kann man sagen, das war die Hölle. Und da haben wir uns dann selbstständig gemacht, haben wir da in dem Häuschen gewohnt. Ne? Und das fanden die Russen okay? Das haben die Russen, ja. Als Sie damals als junger Mann angefangen haben zu fliegen, was haben Sie damals von diesem Nationalsozialismus gehalten? Ja, wir waren begeistert. Ne? Nicht wegen des Nationalsozialismus. Wir hatten alles umsonst. Wissen Sie, es ist im Nachhinein für uns so schwierig zu verstehen, dass die Nazis haben so viel Schreckliches gemacht und trotzdem auch... Ja, wir waren da begeistert, wir Jugendlichen. Ja. Wir waren begeistert. Und fühlen Sie sich da im Nachhinein schlimm drüber oder wie muss ich das mir vorstellen? Ach, wir sind betrogen worden. Ja? Ja. Weil Sie haben doch auch gesehen, dass die Juden schlecht behandelt wurden und so, nicht? Natürlich. Und was haben Sie dann gedacht? Hey, hey. Ich war entrüstet, dass deutsche Männer sowas gemacht haben. Ja? Ja, ich habe sie ja gekannt. Sie wussten, wer das gemacht hat? Ja. War das hier im Beber? Beber, ja. Was haben die gemacht mit der Reichskristallnacht? Die haben die Juden, bei einigen, haben sie den Himmel, der Rotfeld zum Beispiel, haben sie die Nähmaschine aus dem ersten Stock rausgeworfen, die Haustür kaputt geschlagen, die Treppe kaputt geschlagen. Und woanders haben sie einen Mann in den Schrank gesperrt, haben die Treppe im Schrank die Treppe runtergeworfen. Das deutsche Fliegerkorps wurde dann umgenannt Nationalsozialistische Fliegerkorps. Das hat vielen nicht gepasst. Nicht gepasst? Nee. Und Ihnen? 30. Und Sie? Ja, ich war ein Junge. Ich war in der Fliegerhitterjugend. Und war in der Motorhajut. Ja. Was haben Sie gemacht, als Sie gesehen haben, dass die Juden so schlecht behandelt wurden? Was wollte ich machen? Ich konnte nichts machen. Ich musste ruhig sein. Haben Sie es Ihren Eltern erzählt? Ja, klar. Was haben die gesagt? Ja, konnten auch nichts sagen. Wenn was gesagt hat, werde ich gleich abgeholt. Ja? Ja.
war auch hier in der Dorfbevölkerung so. Und haben Sie denn, als Sie gefangen genommen wurden, sich gefragt, warum habe ich das gemacht, oder? Ja. Hinterher, ich habe ja in meinem Buch nachher geschrieben, dass wir ausgenutzt wurden, wir Jugendlichen, ne? Mhm. Wir wurden ausgenutzt. Ausgenutzt, ja. Ausgenutzt, richtig ausgenutzt. Denn als Soldat nachher war man nicht mehr, ne? Am Schluss hat man doch jede Woche einen Ausfall. Wie wir den Sturzkampf gefahren haben. Ne? Sturzkampf? Ja. Was ist Sturzkampf? Die U87. Die runter? Die runter, senkrecht runterfahren. Ne? Hab die Maschine selber geflogen in Gefangenschaft, vor der Gefangenschaft. Kapitän haben wir bekommen, um überhaupt fliegen zu können. Ne? Bodenkaffee. Hatten Sie keine Angst? Ja, wir mussten doch fliehen. Wir waren doch vor Müdigkeit, konnten wir ja nicht mehr. Aber wenn wir das Zeug genommen haben, dann waren wir dicke da. Pervitin, een harddrug als crystal meth. Om te kunnen vliegen en om je angst te kunnen overwinnen. Voor piloten die als kanonnenvoer uit de lucht vallen. In vliegtuigen met bommen die alles beneden op aarde mee dogeloos verwoesten. Trouten was verslaafd aan morfine. Erfenis uit de oorlog, om de zenuwen te bedwingen. En Hans Horn deelde de medicijnen uit in het kamp. Als ze tabletten genomen had, dan was twee, drie dagen was het toll. Also was het gesprekig en net en opgesloten. Leeft ze dan nog? Ich lebe doch noch jetzt. Meine Mutter wie? Ne, die Baronin. Nein, die ist schon gestorben, ja. An den? Das wissen wir auch nicht, weil die hatte als letztes hatte die ein Blumengeschäft in Berlin. Das ist das Letzte, was meine Mutter weiß. Und die ist, war natürlich Kind. Also. Und dann ist sie als verschwunden. Und sie war Agentin. Aber jetzt wissen wir nicht, für wen. Für die Deutschen, in Russland sagen die für die Amerikaner, nicht? Интересно, что ее привлекала такая, ну, все-таки не женская профессия, а мужская воля. Это летать на самолете, летчицей стала. Дело в том, что ее, ну, доставили в этот лагерь 56-й, в Бобруйске. Это вообще-то лагерь сам по себе сложный. В каком плане? Дело в том, что там содержались... Военнопленные – это эсэсовцы, гестапо, полиции, охранные подразделения полиции, те воинские формирования, которые были причастны, то есть их формирования воинские были причастны к совершению воинских преступлений и на территории Белоруссии, и за пределами Белоруссии. А тем более баронесса, у нее и у ее окружения, собственно, связи. Связи в кругах различных за рубежом. Это тоже очень важно, и одно из направлений работы как раз вот через нее выйти тогда и на другие структуры, круги и все остальное. Ну, вообще-то это дело разведки, я понимаю так. Haben Sie später auch darüber nachgedacht, wie diese, was dann mit dieser Traute war? Was die Wahrheit über diese Traute ist? Die Wahrheit? Ja. Ja, schon oft. Ja?
Ja. Ja, und ich bin immer noch so neugierig. Wer hat die Zeichnung gemacht? Es ist kein Foto, aber eine Zeichnung. Weil es sagt hier KGF-Lager. Kriegsgefangenenlager. Und hier steht Joosten. Joosten. Kriegsgefangenenlager. Wenn die Nummer da stand, wissen wir, was kaputt. Das ist in München ist das auch nicht gemacht worden. Ein anderes Lager. Wir hatten nämlich schon keinen Zeichner. Vielleicht hat sie sowas wie eine zweite Identität bekommen. Etwas, das jemand, wenn sie für die Russen Spionin gewesen sein sollte, dass man, die Frage ist, warum hat man sie dann überhaupt eingesperrt? Aber die Frage ist, wenn sie Spionin war, Dienste für die Russen getan hat. Als ich in die Gefangenschaft kam, da hatte ich auch meine Ordner an. Und das hat mir die Russen alle abgenommen. Und ihr nicht? Und ihr nicht. Misschien werd Traut in het kamp wel gebruikt door de Russen om te spioneren onder de Duitse gevangenen. Tegelijkertijd getuigen er drie SS'ers tegen haar. Ze beweren dat Traut hem wilde recruteren voor het Amerikaanse leger, om tegen de Russen te vechten. Ze gebruiken haar, in de hoop zelf eerder vrij te komen. In haar verweer schrijft ze: Kurt Henning, Angehörige der Waffen-SS, is aan beiden hen verkrüppeld. Die Tatsache allein moest wohl genügen für die Unmöglichkeit seiner Behauptung, ich hätte ihn für die amerikanische Armee gefragt. Alles, was behauptet wird, ist eine Lüge. Известно или стало понятно вам о ее личной позиции, жизненной позиции? Была ли, например, она сама фашистка или нет? Или как бы вот что-то вы знаете, из писем? Да, вот что-то, нет, даже из писем, из ее убеждений, высказываний, вот не, как-то и в материалах ни следствия, ни вот этого судебного разбирательства нигде не указывало, что она ярая нацистка, да, нацистка. Что вот это вот меня как-то немножко даже и удивляет, потому что обычно, когда хотят усилить вот эту вину, то вот ярый, убежденный нацист, судя по другим делам уголовным. И видите, это вот как раз же ее видят эсэсовцы эти же, они же кто ее дали показания на суде, это три эсэсовца. Было, ну вот видите, достаточно было три обвинения, то есть показали, то есть написали, дали, что она говорила об этом. И тут о чем она говорила, ну это вообще-то на теперешний это смешно просто. А то, что она была баронессой, как бы против нее сработала? Конечно. Дело в том, ну надо же сказать, что у нас же вообще, ну советская власть это всякие, что ты наших всех титулованных или уничтожили, или кто уехал за границу, тот и спасся, и жить остался. И остальные все или в лагерях, или расстреляли. Поэтому первое, что вот это, так сказать, вина ее была, что она была представитель вот этого сословия. Uiteindelijk zit Traut 9 jaar gevangen. De omstandigheden zijn erbarmelijk. In de Russische kampen zaten 3 miljoen Duitsers tijdens de oorlog en erna. 1 op de 4 werd omgebracht of stierf door uitputting, ziekte of honger. In 1954 komt Traut vrij en komt ze aan in Friedland. Een vluchtelingenkamp waar vandaag de dag ook weer heel veel vluchtelingen aankomen. Es gibt ein ergreifendes Wiedersehen mit Verwandten und Angehörigen, die den Heimkehrenden entgegenreisten. En nu? Trautes verhaal wekt de interesse van de journalisten. Hier is een barones, vliegenier en spionne voor de Duitse Veiligheidsdienst van Canaris. Teruggekeerd naar Duitsland, samen met haar man. Maar het echtpaar, dat het samen 10 jaar in een kamp heeft uitgehouden, zal niet lang meer samen zijn. Alles gaat mis. Delen van haar verhaal worden in twijfel getrokken. Ze wordt voor de rechter gedaagd door de familie van Hausen-Aubier. Ze zou hun naam ten onrechte gebruiken.
De universiteit waar ze heeft gestudeerd bestaat niet. En ze spreekt geen Italiaans. Haar naam zou volgens de rechter een cadeau zijn geweest van de Duitse Veiligheidsdienst. En Traute, die nu al jaren verslaafd is aan de morfine, bakt er niets van in de verdediging. Maar deze baron had in Zuid-Nicken geleefd. Dat is ganz na aan dat goed kindje. Maar hoe bewijs je wie je bent als de wereld waar je vandaan komt is vernietigd? Harry van Hausen-Aubier, aan wie ze haar naam te danken heeft, is dood. Verstorben in een Russisch lager. Zijn landgoed Zuid-Nicken ligt in Oost-Pruisen. En dat is nu van Rusland. Er is niets meer van terug te vinden. Er is geen deur meer uit haar jeugd waar je aan zou kunnen kloppen om te vragen hoe het werkelijk is gegaan. Vanaf hier loopt het spoor vrijwel dood. Er is nu nog maar één persoon die je kan spreken. Vrouw Karga in Berlijn. Ze heeft Traut in haar laatste jaren nog meegemaakt. En misschien heeft Traut haar van alles verteld. Want mijn moeder weet niet beter dan dat Traut is verdwenen tijdens de Koude Oorlog. Hoe het ook zij, Traut heeft zich teruggetrokken. Maar waarom? Hallo, Frau Kager. Hallo. 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 Ich bin Britta Hausmann. Hallo. Oh, es ist so kalt draußen. Ja, es ist kalt draußen. Ich bin so froh, dass ich Sie begegne jetzt. Wie sind Sie eigentlich auf mich gekommen? Das war die Frau, die da oben Sie lebt. Sie wohnt schon sehr lange auch bei sehr mir nette im Haus. Frau. Ja, die ist sehr nett. Ja, finde ich auch. Und so eine hübsche Frau. Ja. Also jetzt, wie Traute. Hier, als junges Mädchen? Ja, das hier kenne ich. Ach, sie war eine hübsche Frau, Sie können sagen, was Sie wollen. Ja. Finde ich auch, ja. Ja, sie war eine sehr hübsche Frau. Dass die Chancen gehabt hat und dass die was erreicht hat in ihrem Leben, das habe ich ihr immer abgenommen. Ja. Also hier habe ich auch noch ein älteres Foto von ihr. Hier, ja. Flugkapitän, Dr. Ja. Traute, Hausen-Aubier. Sie ist Flugkapitän und ihr Mann auch. Ja? Die hatten nie von einem Mann erzählt. Sie hatte drei Männer. Die hatten nie von einem Mann erzählt. Ich kenne sie nur als Frau. Also ich habe sie als sehr nett empfunden, ja. Sie, na ja, gut, mit mir konnte sie auch reden, ja. Aber ich habe immer nicht gewusst, ist sie ehrlich oder lügt sie mich an? Ja. Stimmt das? Ja, sie hat sehr geschwindelt. Stimmt das? Ja, das stimmt wirklich. Ach. Ich kann mich noch erinnern, wenn sie dann immer so betont hat, sie fährt jetzt wieder zu ihrem Doktor und so. Ich habe das oft mal gar nicht geglaubt, weil ich immer dachte, meine Güte, die fährt immer mit der Taxi dahin. Was ist das bloß für ein Arzt, der sie immer mittags und jeden Tag Mittag da annimmt und immer, dass sie da immer hingehen kann. Und dann habe ich sie mal gefragt, weil sie immer mit der Taxi gefahren ist. Sie hat sich immer mit der Taxi fahren lassen. Was ich weiß, ist, dass sie morphiumsüchtig war. Und sie hat nicht, war die... Gut, ich meine, sie war nicht gesund, das weiß ich schon, ja. Und sie hatte auch sehr, sehr hohen Zucker. Und sie hatte vor allem auch einen Hund, und zwar einen Schäferhund. Das stimmt. Und durch den Schäferhund sind wir damals eigentlich auch drauf gekommen, dass sie oben in der Wohnung gestorben ist. Wo hat sie? Sie hat hier oben gelebt. Ja, hier oben. Hier? Noch eins höher. Sie ist nicht runtergekommen in den Laden. Und dann haben sich natürlich die Leute bei mir gemeldet, weil ich ja schon die Hausverwaltung hatte. Und ich möchte doch mal mit hochgehen. Ich sage, wissen Sie, ich gehe aber nicht alleine in die Wohnung. Der Hund war drin und wir haben uns mal unterhalten. Dann hat sie gesagt, Frau Kager, ich lasse auch immer in der Küche den Wasserhahn laufen, also dass er so ein bisschen läuft. Wenn ich wirklich mal einschlafen sollte, die hat es geahnt,
Dann hat der Hund aber immer noch Wasser zu trinken und dann ist er nicht so ungnädig. Denn man durfte den Hund nicht anfassen. Ja? Der war wirklich ganz scharf. Also für den Hund hat sie alles getan. War sie schon lange tot? Nein, die ist nur in der Nacht dann gestorben. Also sie war nicht so lange tot, weil das hätte ich ja auch gehört. Ja? Mhm. Weil dann der Hund unruhig wird. Die ist ganz einsam gestorben, glaube ich, nicht? Ja, die hatte hier keine Freunde. Und sind da noch Leute gewesen, die auf die Beerdigung waren? Da war keiner. Da waren nur wir und hier im Haus ein paar. Ja. Da kam keiner. Wie war Straute? Een vliegenier, een barones, een spion? Ik weet het niet. Ze heeft een rookgordijn opgetrokken. Overal verspreid liggen de puzzelstukjes van haar leven. Maar niets past in elkaar. Haar uniform is alleen te zien op een tekening. In Duitsland is niets terug te vinden over haar verleden. En in Wit-Rusland gaat ze de geschiedenis in als vloekkapitein en spionerende barones. Ze zeggen dat ze geen nazi was. Maar ook dat weet ik niet zeker. Vielleicht war es Pater Canaris-Legende, vielleicht waren Teile davon auch wahr. Sie kann sehr gut, wie andere deutsche Pflegerinnen, für die Luftwaffe in einer Hilfsfunktion als Zivilistin tätig gewesen sein und hat nach dem Krieg das dann vielleicht nur ein bisschen interessanter dargestellt. Realität ist immer in vielen, vielen Schattierungen zwischen Schwarz und Weiß. Und Sie und ich, wir beide haben die Vorkriegszeit nicht erlebt, wir haben den Krieg nicht erlebt, wir haben überhaupt keine Ahnung, wie die Kriegsgefangenschaft ausgesehen hat. Wir leben hier quasi mit unseren sehr begrenzten Vorstellungen und Stereotypen und sagen, das kann doch alles gar nicht sein. Und dus probeer ich das Leben von Traut zu begrijpen, zoals veel mensen nu denken over de zangeres Sarah Leander. Zij was een vrouw die hogerop wilde komen in het duistere duizendjarige rijk. Die probeerde hartstochtelijk te leven in een tijd die krankzinnig was. When I was young, my father told me, made in Germany is perfect, is the best. Because it's made in Germany. From that I know Germany is the best in everything. Antworte erstmal, dass das schon eine sehr große Aufgabe ist, vor der wir stehen. Aber ich bin der Überzeugung, wir schaffen das. Was hat Ihr Vater gesagt über den Krieg? Kinder, betet jeden Tag, dass es so bleibt, wie es ist. Aber eins sage ich euch, ihr fresst noch kleine Steine. Seine Worte.